Ik ga vandaag een review geven van de Tesla Model S en alle aspecten van deze auto behandelen. Want dat is nogal wat, want dit is echt de toekomst van autorijden. Autorijden 3.0. Geheel elektrisch, een range van 500 kilometer, hij ziet er mooi uit en alles aan deze auto is bijzonder. Om te beginnen een sleutel. Wat kan er nou leuk zijn aan een sleutel? Nou, hij ziet eruit als een Tesla, dat is ook aardig. En alles op deze sleutel kun je aanraken. Laten we beginnen met de voorkant. Ik dubbelklik erop. En we gaan kijken meteen onder de motorkap. Wat zit er onder de motorkap? Helemaal niks. Want ja, de Tesla is alleen maar batterijen en een heel klein motortje. En je hoeft niet gewoon zo'n hele grote, gigantische motor erin te zetten. En dus hier heb je alle bagage die je hier gewoon kwijt kunt als je allemaal de auto vol hebt met mensen. In een gewone auto zitten 800 bewegende delen. In deze Tesla 17, inclusief de vier wielen. Dus dit slijt allemaal niet. Vier wielen, een paar remmen en voor de rest zit er helemaal niks in. Je remt altijd op de motor. Kijken we even naar deze voorkant. Kijken we even naar deze voorkant. Dan ziet hij er eigenlijk een beetje uit als een Aston Martin. Dat klopt ook, want de man die dit gemaakt heeft, werkte bij Aston Martin. En dat ziet er dus eigenlijk heel klassiek Engels uit. Maar wel heel erg mooi. En mooie lampen. Het Tesla logo. En ook hier al bij mijn nieuwe auto. Ook al heb ik allemaal van die prachtige indicatoren, heb ik toch al hier weer schade veroorzaakt. Dat is toch wel echt heel erg. Je moet er wel ontzettend uitkijken. Volgende stop, de achterkant. Het meest favoriete gedeelte van deze auto is de achterkant bij mijn kinderen. En waarom? Laten we eens kijken. Ik druk op deze sleutel, klikt weer en de achterkant gaat open. Dat is alleen maar als je het optiepakket neemt. En wat hebben we hier? Een zee aan ruimte. Maar wat nog veel leuker is, dat als je dit ding pakt en je trekt dit naar achteren. Hup, naar voren. En voilà. Je hebt gewoon twee extra stoelen. En kinderen tot en met 10 jaar kunnen hier heel comfortabel in zitten. En die vinden het fantastisch om naar achteren te kijken. Voor mij is het nog wel een beetje. Nou, de sleutel is al heel bijzonder. Maar de handvaten die zijn echt gewoon helemaal hierin verzonken. Om te zorgen dat ze zo weinig mogelijk wind vangen. Maar eigenlijk is het gewoon de geilste gadget ever. Als je met je hand in de buurt komt, dan komen ze er gewoon uit. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend mooi. Als je dan ook weer de deur dicht doet en je loopt weg, hoef je niks te doen. Hij gaat gewoon vanzelf, gaat hij weer naar binnen toe. Heerlijk. Natuurlijk is deze auto echt heel klassiek gemaakt. En dat is eigenlijk ook de bedoeling dat mensen zich er zelf in herkennen. Het is echt gewoon een coupé. Alleen kun je er wel 7 mensen en 3 rijen in. En, maar hij is klassiek ontworpen. De achterkant ziet er eigenlijk een beetje uit voor kenners als een Jaguar. En de elektrisch rijden is al nieuw genoeg voor mensen, dus het ontwerp mocht niet te veel afwijken. Het interieur van de Tesla is ontzettend ruim, omdat er eigenlijk gewoon heel weinig nodig is voor een elektrische auto. Alle batterijen zitten onder de stoel. Er zitten 9000 batterijtjes, 86650, 18650 batterij en er zitten er 9000. Dat is gewoon eigenlijk een penlight batterij, maar dan 9000 stuks die in 16 compartimenten zitten. En die zeg maar opgeladen worden op een goede en veilige manier. Daardoor heb je, als je hier gewoon gaat zitten. Normaal zie je altijd zo'n, als bij achteruitaandrijving, zit hier altijd zo'n grote bobbel. En die zit ook achterin. Dit is gewoon plat, er is gewoon helemaal niks. En je hebt hier een je kunt hier zo je arm opzetten, die kun je ook weghalen. Heb je gewoon een, je hebt zelfs ook gewoon een bekerhouder, dat is hartstikke handig. Maar het is hier, als je een beetje zo om je heen kijkt, het is hier hartstikke licht. Je hebt ruimte. In deze auto zit ook een heel bijzonder dak. Dat is ook gewoon heel lekker, wat je natuurlijk met de grote raam kan bedienen. En als je hier naar boven gaat, kijkt, dan zie je dit raam, zie je nu gewoon open gaan. En dit is het grootste roof deck, het dak wat je hebt. Dat geeft ontzettend veel licht in de auto. Dat is echt verrukkelijk. Dus je hebt in ieder geval licht en je hebt ruimte in deze auto. Dat is heel erg prettig. Wat is er dan nog meer bijzonder?
Nou, bijzonder is natuurlijk het dashboard. Want het dashboard is gewoon alleen maar schermen. Geen knoppen. Het is een genot om deze auto te bedienen. Want ik word helemaal gestoord van al die knopjes. Hier is alles logisch. Als je op een gegeven moment zegt, nou, ik wil gewoon even navigeren. Dan heb je hier gewoon een lekker groot 17-inch scherm. Waar je op kunt navigeren, waar je het verkeer op kunt zien. Waar je op een gegeven moment kunt zeggen, hey, ik wil even de satellietview hebben. Dan kun je een beetje beter kijken. Waanzinnig lekker. Wil je even zeggen, van ik wil de auto even configureren. Nou, dan kun je niet alleen maar het dak ook weer dicht doen. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik wil een suspension hebben. Dus ik wil de vering, die wil ik zeg maar hoog hebben of laag hebben, sportief. Ik kan sportief sturen of normaal. Ik kan zwaar op de motor remmen of niet. Ik kan alles openmaken. De front, de voorklep, de achterklep. De chargeport kan ik openmaken. Ik kan de lichten regelen. Ik kan alles regelen met de airconditioning. Dat is gewoon echt heel simpel. En die knoppen die zijn er alleen maar als je ze nodig hebt. Natuurlijk in deze moderne tijd willen we ook gewoon eventjes kijken naar spelletjes. Als je op een gegeven moment jongens in de auto hebt. Of ik kan even zeggen, nou ik wil eventjes iets van Tesla Transformation. Dat is mijn eigen site. En in de auto zit gewoon een 3G simmetje. Die je kunt gebruiken om te browsen, maar die je ook kunt gebruiken om MP3 radio te kijken. Dus ik ga dat eventjes hier nu pakken. Ik heb hier DAB. DAB, dus moderne radio. En dan kan ik gewoon zeggen, nou, ik wil eventjes gewoon kijken naar BNR of zo. En dan, of Efteling radio. En die wordt gewoon... Die wordt hier gekeken. Verder kun je kiezen uit FM, AN, maar ook op internet. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Dan zeg je van, nou, ik wil eventjes muziek bekijken, de jaren 70. En dan heb ik honderden zenders waar ik uit kan kiezen. En de Beatles wil ik even luisteren. En ik heb alleen maar een radiozender over de Beatles. En inmiddels is mijn internetsite hier opgekomen. Enige nadeel is dat hij 3G is en niet 4G. Dat vind ik het jammere. Dus ik heb hier ook van KPN heb ik hier nu een simmetje. Waar ik, die ik zeg maar in mijn mobiele telefoon stop. Een 4G sim. En als ik hem daarop aansluit is die ontzettend veel sneller. 4G gaat gewoon veel beter dan deze auto. Dan heb je natuurlijk een achteruitkijkcamera. Je kunt gewoon, en dan heb je een HD-versie of een gewone versie. Ik heb natuurlijk de HD-versie. En je kunt zien hoeveel energie je hebt gebruikt. En hoe je dat average hebt gedaan in de afgelopen 25 kilometer, afgelopen 10 kilometer. Ik kan ook zien hoe mijn trips zijn. Ik heb de afgelopen 1000 kilometer heb ik 250 watt gebruikt per kilometer. En dat betekent dus als je een kilowattuur koopt, dat is ongeveer 20 cent. Dan kan ik 4 tot 5 kilometer op rijden. Dus het kost 4 à 5 cent om met deze auto te rijden. Er zijn er twee knopjes. Eentje voor de alarmlichten. En eentje om hier zo'n klepje te openen. En dat zijn eigenlijk alle knopjes die hier gewoon op zitten. En het lijkt wel je telefoon. Want kijk, als je bijvoorbeeld hierboven, rechtsboven, linksboven, dat herkent iedereen. Dat is gewoon het telefoonknopje. En als je erop drukt, dan zie je hoeveel kilometers je nog kunt rijden. Nou, je kan hier 345 kilometer mee rijden. En dat is met de huidige stijl van rijden. Als ik een beetje zuinig rijd, rijd ik 500 kilometer. Als ik niet zo zuinig rijd, rijd ik 400 kilometer. Als ik als een beest ga scheuren, rijd ik 300 kilometer. Nou, je kunt de chargeport openen. Dan kunnen we zo meteen even zien van hoe we dat laden. Voor de rest kan ik alles wat ik op dit scherm zie, kan ik ook hier op dit scherm zien. Dus ik heb hier een tweede scherm. En daar kan ik werkelijk alles op regelen. Ik kan hier de energie kan ik hier krijgen. Ik kan hier de navigatie opdelen. Ik kan het totaal configureren zoals ik hebben wil. Dus als ik bijvoorbeeld de rechterkant wil variëren, dan druk ik op dit pookje. Druk op dit pookje, dan draai ik. En dan zie je hier, ik wil de muziek hier, ik wil de energie hier, ik wil mijn trips hebben of ik wil mijn navigatie. Die kan ik gewoon compleet configureren. En alles wat ik wil, is op dit kleine scherm te zien. Zodat als ik gewoon rij, dat ik dan niet afgeleid word. Je wordt eigenlijk niet afgeleid door het grote scherm. Dat gebruik je eigenlijk vooral als je stilstaat.
En als je op een gegeven moment, ja, en als je eigenlijk vooral stilstaat, want ook navigatie komt gewoon bij het vervoerders gebeuren, bij de bestuurderskant. Het aardige is dat deze auto eigenlijk een batterij is, een klein motortje en een hele hoop software. En die software die wordt ook gewoon geüpdate. Er komen gewoon veranderingen in. En dan opeens kan die auto allerlei dingen. Bijvoorbeeld, als we nu even kijken. Ik kan de laatste update zien door op de T te drukken van Tesla. En dan kan ik de release note zien. En op een gegeven moment word je wakker. En dan blijkt dat deze auto opeens wifi van je huis, als je in de buurt van je huis bent, kan die de wifi daarvan pakken. Dan heeft hij een veel snellere verbinding. Dat kan die auto dan opeens. En dan laat hier zie je in de notes hoe dat dan op een gegeven moment kan. Ook dat je getrokken kunt worden. Dus dat je een kabel eraan kunt doen en getrokken kunt worden. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Maar nu kan het wel, want hij heeft nu tow-mode. Hij heeft een screen cleaning mode is. Het is echt gewoon van, dan kun je hem, dan reageert hij niet. Dan kun je hem schoonmaken en dan gaat hij niet rare dingen doen. Een display energy savings mode. Je kunt de hele auto nu afschakelen, zodat hij geen kilometers meer gebruikt als je hem bij Schiphol parkeert. De owner's manual zit er nu in. Er zitten talen in voor navigatie. De maps zijn nu ook anders. Je kunt hem ook, dat hij naar boven rijdt en naar beneden. Je hebt verschillende mogelijkheden met de maps. En al dat soort opties, dat komt er dan weer bij. One-touch navigation, ook heel handig dat je snel eventjes gewoon ergens heen kunt rijden. En dat je niet veel knoppen hoeft erin te stoppen. Dus allemaal van dat soort improvements komt gewoon doordat je een update krijgt. Kom even dat je een update krijgt. En die update die gaat zover dat deze auto straks zelf gaat rijden. Zelf gaat rijden. Waardoor lane control, dat hij gewoon lekker binnen de lijnen blijft. Dat hij afstand houdt tot de volgende persoon. En dat eigenlijk ook dat ding zelf gaat sturen. Dat is ook iets wat wat de eigenaar van, of wat eigenlijk de oprichter van Tesla, Elon Musk, heeft gezegd. Binnen 3 jaar gaat deze auto 90% van zijn kilometers zelf rijden. Alleen door een software update. Dat is natuurlijk gewoon waanzinnig. Dus ja, dan houden we nog maar één ding over. En dat is het rijden zelf. Daar gaan we nu eens naar kijken. Oké, starten van de auto. Nou, je moet de sleutel alleen maar bij je hebben. Maar door hem op de rem te trappen, start je de auto. Nou, how easy is dat? En het enige wat ik moet doen is dit pookje, moet ik naar beneden doen. En dan vanaf dat ogenblik, het is doodstil. Je hoort niks. En ik hoef alleen maar de rem los te laten. En dan gaan we gewoon, rijden. Je hoort niks. Sommige mensen vinden dat vervelend. Ik vind het verrukkelijk. Ik vind gewoon eigenlijk zonder geluid dat ik gewoon met mensen kan praten. Vind ik echt helemaal top. En dan is het leukste als je gewoon gas geeft. En dan krijg je de wow van Tesla. Want iedereen die deze auto gewoon rijdt, die raakt er gewoon helemaal in de wow. Dat is echt gewoon van dat trekken zonder geluid. Dat is gewoon echt een fantastische ervaring. Dat vindt iedereen gewoon heerlijk. Nou, we rijden gewoon lekker nu door de buurt heen. Dat is echt, als je niet meer weet waar je bent, even naar dit grote scherm kijken. Hier, kijk even naar het grote scherm. Dan zien we gewoon waar we zijn. Ideaal. Net wat we nodig hebben. Verder kun je dus gewoon 500 kilometer rijden. Is hartstikke lekker. En ook gewoon, hij kan makkelijk over stoepjes heen. Grote stoepjes, kijk maar. We gaan er gewoon even heen. En ik kan dan ook met één druk op de knop, kan ik dan zeggen, hier. Kijk hier. Als ik allemaal hoge stoepjes heb, dan zeg ik, nou, zet hem maar even op high. En dan gaat de auto omhoog. En vanaf dat ogenblik kun je gewoon heerlijk over stoepjes heen gaan, zonder dat je bang hoeft te zijn dat er een probleem is. Ook handig. Wat ik ook heerlijk vind, als ik op een gegeven moment zie van hier, ik heb de kinderen achterin, dan gaat de muziek naar achteren, naar voren, naar links, naar rechts. En je kunt lekker gewoon de muziek keihard voor de kinderen aanzetten en ik kan gewoon lekker lullen met de persoon in de auto. Dus. Alleen, het belangrijkste kan ik niet laten zien, want dit, dat kan ik niet laten zien. Dan moet je echt zelf in een Tesla gaan zitten. Maar ik kan je zeker, het is heerlijk rustig, fantastische power.
Maar als je gewoon rustig rijdt, is het een verrukking. Dus ja, dit is de Tesla. Hij kost ongeveer 4, 5 cent per kilometer om te rijden. Je hebt 0% bijtelling. Het is qua belasting is het gewoon ideaal. Ik ben echt gewoon, dankjewel Jan-Kees de Jager, dat je dit gewoon zo goed voor me geregeld hebt. En het belang van Tesla. Even een paar woorden over het belang van Tesla. Even op mij richten. Ja. Tesla maakt nu een hele dure auto. Die kost 100.000, tussen de 70.000, begint bij 70.000 euro. Dat is een hartstikke dure auto, veel duurder dan alle gemiddelde auto's. Dus dat is niet het belang. En hij verkoopt hartstikke goed. Ze verkopen meer dan alle dure auto's in dezelfde prijskategorie op dit ogenblik bij elkaar. Niet bij elkaar, maar het is de best verkochte dure auto. Het belang van Tesla is dat ze een auto hebben gemaakt, dat ze hebben laten zien dat je die op een andere manier bedient, dat je er een andere manier in rijdt. Dat die heerlijk, dat elektrisch rijden heerlijk kan zijn, dat je er ver genoeg mee kan zijn. En dat die alle andere autofabrikanten inspireert. Het gaat niet om dat Tesla de grootste autofabrikant van de wereld gaat worden, nooit. Er is eigenlijk in de afgelopen jaren nog nooit gewoon een autofabrikant bijgekomen. Alle autofabrikanten zijn er al heel lang. En nieuwe komen er nooit. Die verdwijnen altijd. Maar het belangrijkste is wel dat Tesla, ik hoop dat ze overleven, maar ze komen met een goedkope auto. Een auto van $30.000. En dat moet in 2016 moet dat komen. $30.000 tot $40.000. Die dus echt veel meer middenklasse auto is. En als je dan ziet dat elektrisch rijden 3 tot 4 keer zo goedkoop is als benzine, dan heb je over de levensduur van de auto, is het echt gewoon veel beter om elektrisch te gaan rijden. Afgezien van het feit dat wij nu de meest vieze steden van Europa hebben. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn de meest vieze steden die er zijn. En dat kun je dus zeg maar hiermee oplossen. Daarbij hebben we gewoon genoeg elektriciteit voor de komende 1000 jaar. En niet olie. Olie, 80% van alle olie gaat op aan autootjes. 80%. En er zijn nu 800 miljoen auto's in de wereld die 1 uur per dag gebruikt worden. En er komen er nu nog, het gaat door naar 2 miljard. We krijgen 2 miljard auto's. De meeste in China, India en dat soort zaken. Nou, dat wordt echt zo vies. En er komt zoveel strijd om olie, dat dat eigenlijk het belang voor mij is van elektrische auto's. Dat we gewoon van de olieverslaving af moeten en van de vervuiling. Maar Tesla heeft laten zien met deze auto dat je daar heerlijk in kan rijden. Dat er een nieuwe user interface is die gemaakt is door software boys, dus Silicon Valley boys. En dat wij in de komende, en ik hoop dus dat BMW, die zeer geïnspireerd is over elektrische auto's, en Mercedes, die eigenaar is voor 10% van Tesla. En dat alle andere autofabrikanten gaan van holy cow, we moeten hier iets mee. We moeten op een andere manier auto's gaan maken waar onze kinderen nog in kunnen gaan rijden. Want als mijn kinderen kunnen gewoon over 20 jaar zal de olie 10 euro per liter zijn. En zal veel te duur zijn. En waarom moet het ook? Het rijdt verrukkelijk, het rijdt stil, het rijdt goedkoop. We hebben genoeg energie voor de komende 1000 jaar. De batterijen zullen in de komende tijd veel en veel beter gaan worden. Waardoor iedereen ranges heeft van 500 kilometer. Dus elektrisch rijden is de toekomst. En Tesla heeft in deze auto laten zien de manier waarop die eruit ziet. De manier waarop die rijdt. De manier waarop die heerlijk iedereen vertroetelt, dat dit gewoon eigenlijk de auto van de toekomst is. Tesla. Nou ja, ik vind Tesla een perfecte auto. Omdat hij er mooi uitziet. En ja, goed rijdt. Ik vind het ook echt verschrikkelijk leuk dat hij zo snel op kan trekken. Ja, hij ziet er mooi uit. Hij is ruim. Hij heeft ook 2 kofferbakken. Wat ik heel erg gek vind. Ah. Nou, hier zit dus het plug-in gat voor de elektriciteit. En ja. Verder heb ik er niks over te zeggen. Het is gewoon een te gekke auto.